Het leek wel een heuse televisiestudio in het kantoor van Vitre in Lelystad, met Henriette Timmerman en Sanne Evers als presentatieduo. Ze gaven op Facebook live antwoord op vragen van kijkers die zich misschien willen opgeven als pleeghouder. Dat deed Vitre altijd via bijeenkomsten in het pand, maar die zijn door de verscherpte coronamaatregelen niet meer mogelijk. Nou, dan maar digitaal, dachten ze bij Vitre. We gaan via Facebook een live chat organiseren, waardoor mensen alle vragen die ze hebben gewoon live aan ons kunnen stellen. En jullie zitten daar dan met een headset op en uh, maakt niet uit wat de vraag is, jullie kunnen hem beantwoorden. Ja, dat gaan we wel vanuit dat wij uh, ja, die vragen allemaal die er zijn uh, kunnen beantwoorden. En daarna zullen wij natuurlijk ook heel veel vertellen over van ja, wat is nou dat pleegouderschap, waar moet je rekening mee houden en, en hoe werkt het? De presentatrices krijgen de vragen van kijkers door via collega's aan de andere kant van het glas. Dat is even wennen. Normaal zie je met wie je in gesprek bent. En nu dus niet, zegt Sanne Evers. Wij weten dus echt niet uh, ja, wie er naar ons kijkt en hebben geen idee uh, wie zij zijn. Uh, maar het is, een, het is een voortraject, dus hierna zal er een, een, een traject ingaan... waarbij wel kennis gemaakt wordt, waar wel gesprekken gevoerd worden. En uh, ja, het heeft gewoon uh, laten zien dat het wel heel erg werkt. Het is ook ergens dus wel prettig, dat anonieme. Want mensen hebben dus wel uh, het gevoel dat ze makkelijker uh, kunnen komen in plaats van hierheen. Maar voor ons is het zeker anders, want anders hebben we altijd al een beetje een beeld. Van hé, hey, uh, die waren die, of die waren die. Dat weten we nu niet. Vitré heeft dit één keer eerder zo gedaan, in het voorjaar... Ook door corona. En toen bleek het verrassend succesvol, zegt Henriette Timmerman. We hadden zo gemiddeld op die avond uh, nou ja, 40 kijkers. En daarvan hebben uiteindelijk 14 uh, mensen zich aangemeld. Dus dat, daar zijn we heel blij mee. En dat is veel. Dat is voor ons veel, ja. Maar het is zeker niet te veel. Vitré heeft al zo'n 500 gezinnen in Flevoland. En dat is niet voldoende. Vitré speelt dus uit belang van het kind graag rupsje nooit genoeg. Want pleegouders, daar kun je er nooit te veel van hebben, zegt Timmerman. Omdat we eigenlijk het liefst willen dat als er een, een kind een plek nodig heeft, dat we daar minimaal drie gezinnen voor hebben waar we uit kunnen kiezen uh, hè, wat de beste plek is voor dit kind. Dus ja, heel veel.